Hallo, mijn naam is Pieter Keulen. Ik ben Inhaber van Medical Training Center in Emmetbrugge en in Hoogdorf. Und in deze video zeigen we hier gerne wie man bij ons de knietest bezig return to sports doorvoert. In de laatste drie video's hast je sehen zien hoe wie die afbouwtraining na kruisbandoperatie äh, ausgesehen had bij Celine. Möchtest je deze drie video's verpast hebben, ik heb de links voor die je nog eenmaal erin getan in die commentaren. We zien nu einige enige maanden verder. Je hebt gezien, middels de rehabilitering hebben we een methodische opbouwtraining gemaakt bij de Celine. En heute gaat het erom, mal die Knie zu testen. Zo, so, we zijn am Ende van de Rehabaum aangekomen En jetzt schauen wir, ob sie wieder äh, parat is, om um wieder aan Wettkämpfen te te nemen. Bei de Knietest, die we durchführen, gaat het om um een Leistungstest. Dat heißt, het woord zegt es schon, om um Leistung. Zo, so, hier gaat het bij ons niet meer erom om um te zien wie steekt die knieën, steekt die vuisten goed, steekt die binaxen goed, wie is die Hüfte so enzovoort, wie is de Dat is meer eigenlijk, het is vulling egaal. Bij eindig gaat om um Leistung. Dus bedeutet, ik mucht eigenlijk zien, wat is dus het onderscheid tussen linker en rechter Bein In bereik explosiviteit, in kracht, in Ausdauer in coördinatie, reactiesnelheid. Dat zijn al die elementen. waarbij bij de test aan het einde van de Woes erom gaat. Und, eh, ja, het is niet een eenvoudige test. Het gaat om, wie gezegd, de lijststom. De knietest die we doorvuren. Vuren we dan door. Wanneer de sportler of de sportler in dit geval de Celine tun wir erst ein sehr intensives Aufwärmen, das wir machen und wir tun das schon sehr sehr stark vor Ermüden, so dass es nicht. Jetzt gehen wir ein bisschen 5 Minuten Velo fahren und nachher machen wir den Test. Nein, ich möchte sehen, wie ist das Knie nach dat meer die knie ziemlich fest beansprucht hebben. En dan möchte ik wissen: wie is die actieve stabiliteit, wie is die kracht, wie is de explosiviteit? Dat is wat mij interesseert. Het so, gaat niet erom in een relatief erholte toestand de test te doen. Het gaat erom ze wirklich in een ermüdende toestand te zu brengen om um dan te testen: een leistungstest bij die zijtwaarts sprongen gaat het daarom linker- en rechterbeins vergelijken. wat maken we 20 seconden zijtwaarts sprongen over een afhoring van ongeveer 10 centimeter. geëeld wordt het aantal sprongen onder te vergelijken dat is dus een linkerbeen ontrechterbeen. bij de volgende test gaat het om een ganz klassische sprongkrafttest, is een draaierhop daar mag ik zien eh, wie wijd springt Celine of de sportler of de sportlerin met drei sprungen. Die probanden of de patiënten bekomen Bei um drei mogelijkheden en we nemen immer de beste werk om vergelijken dat tussen opereerde en niet geopereerde bijin. Bij de volgende test gaat het om onze sprongmatten. We maken drei verschillende sprongen. Eh, de eerste is twaai beinig. Het doel is eigenlijk hier während 10 seconden zo so hoog wie mogelijk met een zo so kort wie mogelijk contacttijd. Zo so gemeten wordt die spronghoogte en die contacttijd op die sprongmat. Daar vergelijken we. Dat is rechterbeen. Vullig gelijk ook daar spronghoogte en contacttijd. En vergelijken het ook met het andere bijen, met het opereerde bijen. Du kan zich waarschijnlijk voorstellen dat, wanneer een weniger kräftig is, of misschien ook geen vertrouwen heeft in knie, knie, die Kontaktzeit op die platte erheblich länger zal zijn en dat de spronghuien nog alle waarschijnlijkheden weniger is. So, We möchten wissen: linkerbein, rechterbein, onderschied. Bij de volgende test möchte ik wissen wie is de kracht is. Aufgabe moet zijn tussen 3 en 5 wiederholingen een maximale gewicht te vinden. Wanneer zij in de lage is meer dan 5 wiederholingen te kunnen, dan zal de meer gewicht toeleggen. Ook hier vergelijken we weer linker- en rechterbein. De laatste test die we aanbieden is de 8-figure jump-test. Hier had dat bereid, misschien ook zijn kunnen, waarmee zeer detailleerd die sprongtest verklaard äh, hebben. Ook daar doe ik een link in de commentaren onder de video, waardoor je in detail die test nog maar zien. zijn kans, ik die dan ook, denk ik, zeer goed uitleggen wie zonder mij nou die test doorvoeren. We hebben nu gezien dat nadat we de gehele test doorgevoerd hebben, dat... Dat linkerbeen, dat opereerde onder het sprongbein, momentaan besser is dan het rechterbein. We hebben gezien dat die erlaubte 10% deficit. Dat niet het val. Ze is zogar beter als je rechterbein. Zo, so, dat heißt aber auch, in mijn empfehlung voor de Celline, dat ze weiterhin ook intensief. Dat rechterbein te traineren om eventueel problemen met dat rechterbein voorbeugen te kunnen. Zo, so. allen en allen zijn we zeer tevreden met het erkennis. We hebben die therapie reha hebben we afgesloten. En uh, uh, ja, ik möchte je natuurlijk van harte bedanken bij Celine dat ze het ter gesteld heeft voor de gesamte video's die we met ze durven maken. En ik wens je alles goede. En ik ben ervan overtuigd dat je knie hebt. En dat is het belangrijkste. Ik dank euch van voor het Zuschauen. Wenn het euch gefallen kunt u zich gerne op onze youtube kanaal abonneren, waar we ook meerdere Videos zum Thema Fitness, Abnehmen, Reha publiceren. Zo, so, vielleicht zijn we die hier ook gerne een andermaal. Beste dank en blijf goed gezond.